Ik vind hem prachtig, echt. Ja, ik vind zo goed dingen, het is een beetje het apenstaartje van... Ja. Apenstaartje. Elke tatoeage heeft zijn eigen verhaal. In Heet van der Laat komen bekende tattoo-liefhebbers bij mij thuis op bezoek om over hun tatoeages te praten. Waarom heb je dat plaatje gezet en waarom op die plek? In deze aflevering komt journalist Sian Tjaan langs. Je kent hem van zijn documentaires over het Midden-Oosten. Hij past nog een tegengewonnen met Inside Kalifaat. Maar wat niet veel mensen weten is dat hij ook de 7 zeer bijzondere tatoeages heeft. Ik ben benieuwd, Henk, wie heeft jouw tatoeages gemaakt? Nou, ik heb er ooit een boekje van gemaakt, van een soort van tatoeagepaspoort. Ja? En denk ik, begin hier linksonder bij deze vinger en ik kom dan helemaal rond en ben ik eindig rechts bij die kleine vinger. En toen had ik er 115. 115 mensen hebben een handtekening gezet op je lichaam. Ergens wel, ja. Ja. En daar zitten kleintjes bij. Er zitten grotere bij. Dronken. Feesttatoeages. Bloedbroederschappen. Overleden mensen. Ondertussen word je een half kerkhof. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen kerfstokje. Vond ik leuk om een soort paspoortje te schrijven waarin... eigenlijk het verhaal aan je kinderen kan vertellen, ja, van mooi. Waar heb je die rommel vandaan? En dat heb je ook gedaan? Ja, ja. 115? Toen had ik 115. Er zijn er ondertussen 130 of zo. Het is een groeiend. Ja, heb je nog een vrij plekje ergens op je lichaam? Nee, ik heb er niet zoveel. Ik heb er 7. Nou, dat is het gemiddelde, denk ik. Ik was ook helemaal niet van de tattoos. Dat mag je best weten. Ik vond het maar ordinair en noem maar op allemaal. Misschien ook gewoon het beeld... van getatoeëerde figuren die aan het bier zitten en er een soort asociaal, ordinair beeld van. En dat is niet terecht. Dat bestaat ook. Ja, dat bestaat ook en er is ook verder niks mis mee. Maar ik ben uit 77, dus van de jaren 80 en 90. En ja, daar is dus een omslag gekomen. Ik reisde veel in oorlogsgebieden en ik dacht, ja, een getekende ziel heeft ook een getekend lichaam nodig. Dus in Libanon eigenlijk een random dag opgestaan. En ik dacht, ik ga me laten tatoeëren. En we zien wel waar het eindigt. En er was een beeldende kunstenaar die tattoo zette in Beirut. Die dacht, 7 is wel veel op een dag. Denk je dat je dat aan kan? Ja, ik denk wel dat ik dat aan kan. Ik denk wel dat ik eerst een fles whisky moet drinken. Ja. Puur. En we zijn nu toch al het zondige. Ja. Dus wel in één keer gezet. En ik heb er wel goed over nagedacht. Als je veel door oorlogsgebieden reist en veel hebt meegemaakt. Als het dan toch een keer misgaat, dan wil je als je lichaam dan naar Nederland gebracht wordt. Je stoffelijk overschot. Dat je dan nog een boodschap op je lichaam hebt. Die je wil meegeven aan de mensen waar je van houdt. Dus de eerste tattoo die ik heb laten zetten, Henk, is een in het Arabisch geschreven woord op mijn rib. En dat heet Yakburni. En dat komt uit het soefisme. Soefisme is een spirituele, zachte, humanistische kant van de islam. Hij is gewoon wat zachter. En Yakburni betekent letterlijk begraaf mij. En daarmee zeg je eigenlijk, je hoopt eerder dood te gaan dan de mensen waar je van houdt. Zodat je ze geen dag hoeft te missen, maar dat zij van jou afscheid nemen. Iets wat ook op de zeevaart hier voorkwam. De vissers die een christelijke tatoeage namen om ervoor te zorgen dat ze een christelijke begrafenis kregen als schipbreukeling. Dat je dan als je het lichaam zou vinden... Dit is een christen, die krijgt een christelijke... Hadden ze vaak ook nog een gouden munt in als knoop ingenaaid, zodat die betaalde voor... Of de oorbellen betaalden dan voor de begrafenis. Begrafenis, ja. Dat is in ieder geval begraven. En wat heb je? Dan heb je nog meer Soefi gerelateerde. Ja, een andere tattoo die ik heb laten zetten. Als ik spanning heb, heb ik pijn aan mijn rechterzijde. En dan is het ook af en toe zo staan, mijn hand erop opleggen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik daar eigenlijk het meest lieve woord wat er is in het Midden-Oosten daar op tatoeëren. Dat is Eshk. En Eshk, als je dat zou vertalen, dan zou je zeggen Eshk betekent liefde. Maar letterlijk betekent twee harten die verstrengeld zijn aan elkaar en overlopen van de liefde. En Eshk.
Eshk. Is het een Turks woord dan? Of is het is een Arabisch woord, okay. maar het wordt in het Perzisch gebruikt, in het Turks gebruikt, in het Koerdisch gebruikt. Eigenlijk door alle volkeren in het Midden-Oosten gebruikt dit woord. Als dat niet werkt... Ja, dan werkt niks meer. En de derde, dat heeft dus ook allemaal weer met het soefisme te maken, is een beweging. Ja, een beweging. Het is een draaiende dervish. Een dervish is een dansende bedelmonnik eigenlijk. Ja, maar hij duikt erin en dan draait hij er weer hij uit. Hij draait om zijn as heen, ja. Henk. Dat heeft een betekenis, namelijk in een soort trance geraken. En dit kleine teken is het hoedje van de dervish. Het is hoedje, ja. Is een wat langer. En dat symboliseert de grafsteen. Het witte gewaad van een... Is de dood dan? Is een lijkwaarde. En ze hebben een zwarte mantel. En die gooien ze van zich af. Alsof je de dood van je afgooit. En dat hele in trans geraken is ook eigenlijk om... eigenlijk al het materiële en immateriële los te laten in dit leven. Ik heb dit teken op een schilderij gezien. En ik vond het zo mooi. Prachtig teken. En ik dacht, ik maak er een foto van. En ik heb het nu ook als symbool gebruikt voor de kinderstichting die ik heb. Ik heb een kinderstichting voor oorlogskinderen. En daar is eigenlijk deze tattoo is daar het symbool van. Ik vind hem prachtig, echt. Ja, ik vind zo goed ding. Het is een beetje het apenstaartje van... Ja. Dit is dus deze is een Perzische tattoo, een Arabische, en dit is een Turkse. En hier staat alleen het lichaam is vergankelijk, niet de ziel. Okay. Zielen gaan niet dood. En Jan, dat is mijn achternaam, ook betekent ziel ook. Dus dat Jan. Jan, ja. D-J. Ja, ja. Dus ik vond dat wel mooi. En hier staat dan Ten is licht. Fadir. Ten Fanide, het lichaam is vergankelijk. Jan Ulmes. Ulmes gaat niet dood. En Ten is het lichaam. Fanide is vergankelijk. En Jan Ulmes, de ziel gaat niet dood. Nou. Hoop ik. Ja, ik ben ooit eens een keer naar die Santiago gelopen. En dan hoef je een tijdje niet in het vagevuur. Dus dan hoef je wat minder te branden om op de juiste plek te gaan. Maar ik denk ook altijd, als je dan zoiets hebt. Ja. Als je een Christus. Maar ben je bang om te branden? Nou ja, het lijden zien we allemaal tegenop natuurlijk. Ja, maar misschien is het daar hartstikke leuk. Zijn alle gezellige mensen zijn daar. Het schijnt daarboven dan een stuk... Maar wij op school vertelden ze natuurlijk dat er allemaal een gouden stoeltje voor iedereen was. En ik denk, ja, maar wat gaat toch echt niet de rest van mijn dood op een gouden stoeltje zitten? En door een weiland rennen. Ja, in een wit gewaad. Kijk, we hadden hier eigenlijk mee moeten beginnen. Want er is een Turks spreekwoord. Eet zoet. Praat zoet. Meestal dat is heel grappig. Als een hele lastige... Ook als je het goed wil maken, bijvoorbeeld met iemand. Dan ga je eerst met zoetigheid. Ja, dan ga je met zoetigheid. En dan ga je eerst de zoetigheid eten. Daarna worden mensen wat milder. Hè? En ook bij baklava is het ook eigenlijk dat je mag het als nagerecht eten. Maar dan moet je eerst water hebben gedronken. Want je moet hem fatsoenlijk kunnen proeven. En je moet hem ondersteboven houden ook. En als hij dan niet knappert in je tand... Dan is het rotzooi. Dan is het niet goed. Ja. Dus ik heb meteen de druk helemaal hoog. Zullen we proberen? Ja, ik vind deze lekker, die knapperige. Oké. Okay. Ja. Je kan wel. Hij kan. Nou. Ja, hij is goed hoor. Hij is getest. De Casa Baklava test.